Wat je hier ziet is de gestolde verbeelding van het ideaal van de verlichting. De mens onafhankelijk te maken van vorst, van koning, van god, van de regenten, van staat, al dat soort dingen. En dat deed je door onwetendheid weg te halen. En dit is precies wat het is. Je bent hier bij het verstand en het hart, wetenschap, techniek en kunst. Men begon in de 17e eeuw, Christian Huygens ontdekte pendule. Daardoor kun je een horloge krijgen. Dus mensen beginnen eens te ontdekken, dit gaat veel sneller dan wij dachten. Die tijd loopt voor je neus weg. Die hele geschiedenis van de korte termijn denken zoals we die nu kennen, komt hier vandaan. En daarom geen cirkelvormige zaal, maar een ovale zaal. Want hier zit een lange as in, dat is die tijdsas, gewoon lineair, die kant op, dynamisch. Daarom ovaal. Teylers is het enige museum wat echt de logica van het museum heeft. Dat is bewaren, hè, dus zoals elk museum doet, maar dat gebruiken als laboratorium. Als ontwikkelen voor nieuwe dingen. Kom op, we gaan naar de instrumentenzaal. Toen ik hier voor de eerste keer kwam, was ik gefascineerd door twee dingen. Je kwam hier helemaal terug in de 19e eeuw en in de 18e eeuw. Dus een totale tijdmachine terug in de tijd. Dat is zo mooi, dat kun je nergens meer in Nederland vinden. En het tweede was, ik was gefascineerd door het licht hier, door dat daglicht. Toen ik hier was, was zo'nzelfde soort dag als vandaag. Regen, donker. En ik moest om 4 uur naar huis. Want toen was er geen licht meer genoeg om het allemaal te zien. En dat vond ik zoiets fantastisch. Wat een mooie stenen. Denk je hier dat ze nog meer kristallen? Blaadje? Ja, je zult het dan lijken, dat is een blaadje. Als je hier komt, dan deelt zich weer die geest aan je mee uit die tijd. Van die mannen hier uit Haarlem, die nette mannen, keurige mannen, die met elkaar zo'n genootschap vormen en dan gaan voor wetenschap en kunst. En daar willen ze alles van hebben. Ze willen daar ook geld aan bijdragen en zo. Het moet allemaal mooi, het moet allemaal goed. En dan kopen ze bijvoorbeeld zoiets als dit ding, deze elektriseermachine. En dat was in die 18e eeuw ook zo'n fantastisch element, dat wetenschap, dat was ook theater. Mensen wilden allemaal komen kijken naar wat de wetenschap allemaal vermocht. Dan had je van die fantastische middagen of avonden waar die kerels, natuurlijk allemaal mannen, vrouwen waren nog niet zo erg in tel, allemaal bij elkaar kwamen om al deze instrumenten te zien gebruiken. En vervolgens werd die kennis natuurlijk wel weer doorgegeven. En dat is voor mij als schrijver en als liefhebber van de verlichting, is dat een wereld waar je erg mee verwant voelt. Wauw, hier zitten allemaal planten. Is dit nou een schorpioen of zo? Nee, dat is ook een plant, denk ik. Dit is de eerste schilderijzaal. En dat is ook letterlijk dus de eerste schilderijzaal van het museum. Want je had eerst de ovale zaal. Dit is een van de eerste uitbreidingen. Die zaal is bijna nog gewoon precies zoals die toenertijd ook was. Dus al die schilderijen zijn helemaal gestapeld opgehangen. Al dat werk wat hier hangt was een eeuw geleden. Was het gewoon hyper modern. Gewoon de hedendaagse kunst. En dat is een traditie die we eigenlijk nog steeds in stand houden. Dus jouw werk, dat zouden we nu nog steeds kunnen kopen. Ja, dit is een grafiektekening. We zijn al heel lang bezig met het verzamelen van kennis over de wereld. En op de een of andere manier moet het ergens moet het vastgelegd worden. Tegenwoordig heb je Wikipedia, maar dat is zo vluchtig en dat verandert heel snel en dat glipt door je vingers heen. Maar hier, op deze plek, heb je al die dingen, al die kennis uit het verleden, ligt hier dan bij elkaar. En wat ik heel tof vind, is dat je ziet dat het zoveel verschillende vakgebieden zijn die dan bij elkaar gebundeld zijn, maar die hebben wel met elkaar te maken. En wat zo'n plek als dit je leert, is dat we al heel lang heel veel weten. We zijn heel erg geneigd om steeds maar weer nieuwe dingen te onderzoeken en te denken van, hé, hoe zit het? We gaan het onderzoeken. Terwijl het heel voor de hand liggend is om ook eens een keer in een bibliotheek te kruipen en te kijken van, hé,
Wat wist men 200 jaar geleden over dit onderwerp? En dat zie je hier.